zal jullie niet verbazen dat ik als redacteur van Autovisie best wel een beetje van snel spul houd. Maar ook ik heb mijn grenzen. Ik heb bijvoorbeeld geen motorrijbewijs. Ik geef eerlijk toe, vind ik te eng. En qua auto's heb ik ook wel een beetje een grens. En maar die trek ik hier ergens. Donkervoort GTO. Kennen we al een tijdje, maar dit is de nieuwste, de JD70. Het staat voor Joop Donkervoort 70. De man die het merk heeft opgericht en grootgebracht is 70 jaar oud geworden. En dit is zijn verjaardagscadeau. En wat geef je Joop Donkervoort cadeau als hij 70 wordt? Meer van hetzelfde dus. Of eigenlijk minder van hetzelfde. Want dat is wat bij Donkervoort helemaal om draait. Super lichtgewicht auto's. De basis is de GTO nog steeds dezelfde. Dus de Audi 5-cilinder, 415 pk op pak een beetje 700 kilo. Een beetje afhankelijk van de opties die je neemt. Maar het voordeel van een auto die je al langere tijd in productie hebt, is dat je hem natuurlijk helemaal kunt fijnslijpen, perfectioneren en updaten. Totdat het, ja, zou ik maar zeggen, echt een uitontwikkeld apparaat is. Ik loop even een klein rondje om de auto om wat dingen aan te stippen die nieuw zijn. Nou ja, om te beginnen bij waar we het dichtst bij staan. Dit hier, de cycle wings, oftewel de spatborden, hoort bij het concept van, nou ja, laten we zeggen, een Lotus 7-achtige. Ook al is deze auto inmiddels al zo ver geëvolueerd van de Caterham, dat je er niet echt meer van kunt spreken. Het probleem van zo'n spatbord is alleen dat het de wind, zou ik maar zeggen, hier opschept, naar beneden drukt. En die komt er hieruit met allerlei wervelingen. En ja, dat betekent dat de auto daardoor omhoog wordt getild. Dus wat doen deze openingen, deze louvres? Die laten de lucht zo ontsnappen, zodat de neus een beetje naar de grond gedrukt blijft. Eveneens vol in beeld. Een sidepipe. Jawel. Heel lastig om te homologeren tegenwoordig qua geluidsproductie. Maar omdat er in het uitlaatsysteem van de Audi 5-cilinder tegenwoordig verplicht een partikelfilter zit opgenomen. Die het geluid zo erg dempt. Hebben ze hem kunnen brengen. Ziet er niet alleen heel gaaf uit, klinkt ook bijzonder dik en, kom mee naar achteren, het grote voordeel daarvan is dat je hier geen uitlaatsysteem hebt. Het scheelt sowieso 6 kilo gewicht, maar het geeft ook de mogelijkheid voor Donkervoort om een dubbele diffuser aan te brengen die de auto zeg maar nadrukkelijk naar de grond toe zuigt. En dat was altijd wel een beetje het probleem van het ding, vermogen genoeg, niet zoveel gewicht. Maar aerodynamische efficiëntie van een auto die er zo uitziet, met wielen buiten de carrosserie, dat is een heel lastig verhaal. Niet helemaal nieuw voor dit model, maar zeker wel interessant. Optionele carbon wielen kosten €14.000 per vier, dat dan weer wel. En schelen per hoek 1,5 kilo aan onafgeveerd gewicht. En dat is heel veel. Dit is nieuw, een 3D-printen grill. Dat motiefje komt hier ook terug. Het is ook allemaal 3D-print. En zo zijn er door de hele auto heen een paar verfijningen gemaakt. Ook qua ophanging. Nog steeds dezelfde super gave dempers van Intrax. Anti-rolcontrol zit erin. Een soort mechanisme dat ervoor zorgt dat de auto enerzijds heel zacht kan zijn. Maar op het moment dat je gaat sturen, dat de dempers zich schrap zetten. Dus je hebt wel de flex om voor comfort en voor veel tractie. Maar tegelijkertijd ook de dynamiek van een snel onderstel. Gecombineerd met optioneel anti-rolbar op de achteras. Dat is nieuw. En op de vooras kun je hem in allerlei smaken krijgen. Ook nieuw is de mogelijkheid om elektronische stuurbekrachtiging erop te zetten. Maar helaas zit dat nog niet op de demo. Dat is iets wat we voor later bewaren. Ja, voor de rest is zo'n Donkervoort natuurlijk zoals het altijd al was. zou ik maar zeggen, het antwoord eigenlijk van een piepklein deel van de auto-industrie. Op een, zou ik maar zeggen, een soort tegenbeweging tegen de regelgeving En versaaiing die nu in de auto-industrie aan het optreden is. Alles gaat elektrisch, alles wordt steeds meer afgereguleerd. En het grote, de grote polar opposite daarvan is dit apparaat. En bij uitstek is dit een auto waarvan, zou ik maar zeggen, de specificaties droog opnoemen geen enkel recht doet aan de beleving die je ervaart als je in dit apparaat gaat rijden. Dus dat gaan we nu samen even doen. En dan hoop ik dat ik via de lens toch een klein beetje van de waanzin kan overbrengen die rijden in een Donkervoort GTO JD70 met zich meebrengt. Het is alweer een tijdje geleden dat ik in een Donkervoort heb gereden, maar als je dan eenmaal instapt, dan denk je, oh ja, dat was het. Je hoort tegenwoordig veel over ontwikkeling, de komst van de zelfrijdende auto. Komt die wel, komt die niet? Nou, dan kan je één ding verzekeren. Hij zal niet van de firma Donkervoort BV uit Lelystad komen. Dit is precies het tegenovergestelde van een zelfrijdende auto. Of ja, in die zin, je mag alles zelf doen. Zelf schakelen en dan direct in de bak. Onbekrachtigde besturing, onbekrachtigde remmen. Maar dat is niet het enige waardoor je echt deel van de auto voelt. Het is allemaal heel ongefilterd. Je voelt die 5-cilinder ligt vlak voor je. Je voelt elke vibratie van die motor door je heen gaan.
Een heel diep donker geluid dat dwars door je heen gaat. Ook al doe je je oren dicht, hoor je hem steeds trillen. Alleen al bij deze snelheid. Schakel ik op. Ja, dan gaat hij alleen maar donker door brommen. En als je van het gas afgaat, dan hoor je het differentieel janken. En als je hard gaat rijden, dan hoor je het windgeruis. Dus je kunt kiezen hoe deze auto je doof maakt. Nou, laten we hem een keer open trekken, weten we ook hoe dat is. Niets kan je voorbereiden op het geweld. Kijk, tegenwoordig bijna elke lease-rijder weet met de Tesla hoe het is om in 3,5, misschien zelfs 2,5 seconden naar de 100 te klappen. Dat is niet zozeer het spannende. Dat gaat op een gegeven moment ook wel vervelen. Het is juist de manier waarop in zo'n elektrische auto met vuur aan drijven, je gaat zitten, je drukt op het pedaal en je rijdt 100 of 200. Ja, in dit ding voel je elke arbeidsslag van de auto. Je voelt die wielen onder je zoeken naar grip. Je weet dat je er eigenlijk in principe helemaal alleen voor staat. Ja, hij heeft wel traction control, maar rudimentair. Meer om ervoor te zorgen dat je heel huids aankomt als het regent. Dan om je echt maximaal bij te staan. En dat maakt zo'n enorm verschil in de beleving. Het is de angst. Het verantwoordelijkheidsgevoel waarmee deze auto je opzadelt. Drie pedalen. Je hebt een functie waarin je zelf tussengas geeft, maar je kunt het ook zelf doen. En dan. Het maffe van dit ding is. Hij weegt 700 kilo. Maar het is juist. Misschien wel de meest zware auto om mee te rijden. Hoe harder je gaat, hoe lichter die aan begint te voelen. Dan zet je het chassis een beetje onder druk en dan, ja, dan voel je toch, dan gaat hij wat minder leunen in de bochten. Dan helpt het gewicht van de auto juist een beetje om de auto de bocht door te drukken. En hoger in zijn toeren, dan komt die motor pas echt, echt los. Kijk, in zo'n elektrische auto heb je meteen acceleratie en dan vlakt het af. Dit ding is het juist meer toeren, gaat hij steeds harder en harder en harder trekken. Totdat je zelf vaak degene bent die zegt, het is wel welletjes geweest. Dan durf je gewoon niet meer nog verder door te trekken. Want op een gegeven moment, als je van de 3 naar de 4 schakelt, dan zit je al tegen de 200. En dan loopt hij in feite 270 als je echt heel dapper bent. Ik zou kunnen zeggen, ja, dat had Donkervoort GTO eigenlijk altijd al. Waar verschilt deze JD70 nou? Het zit hem in hele kleine dingen en dat is echt een beetje raffinement, een beetje verfijning. Net weer dat lagere gewicht. Ook een element als het rempedaal, heel belangrijk. Van de eerste JD70's was het ook al onbekrachtigd. Maar dan was het echt alsof je een blok hout stampte. En dan is het heel moeilijk om precies tegen het blokkeerpunt aan te remmen. Want veel kracht en finesse combineren, dat is gewoon moeilijk met je spieren. Deze heeft een ietsje langere slag en iets meer. Er zit iets meer zompigheid, zou ik willen zeggen. Meestal associëren wij zompigheid met een nadeel aan remmerij. Maar deze auto die kon het wel gebruiken. Stuurwiel, voor mijn gevoel ietsje groter. Je kunt hem dus met stuurkracht krijgen, maar het zit er helaas niet op. En dan ook, het zit hem precies in de afstemming van vering, van demping, van anti-rolbars. Waardoor hij toch net iets minder, voor mijn gevoel, wringt en op de neus gaat hangen. Waardoor hij zich net ietsje makkelijker bij de lurven laat pakken. Maar nog steeds. Weet je wel, het is niet een auto waar je ooit op uitgekeken raakt. Het grote verschil met dit ding, ten opzichte bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen GT2 RS of GT3 of zo, is dat je die auto's zijn zo ontwikkeld dat je heel makkelijk, zeg maar, richting 90%, 95% van wat die auto aan kan rijden. En dan is het echt dan een prof om die laatste paar procenten eruit te halen. Maar voor de rest, om heel hard te rijden, zijn ze qua wegligging en qua rijassistentie, helpen jou heel erg. Bij dit ding. Niet. Het is al heel erg moeilijk om tegen 70-80% van het totale kunnen aan te komen. En van 80 naar 90 moet je zo'n enorme drempel over. Qua bochtingangssnelheden en laat remmen. En dan komt er zoveel op je af. Aan kapaal en aan geweld. En aan. Dat je.
ik heb echt geen flauw idee wat voor soort mensen in auto's dit kopen. Maar dan moet je wel echt een keiharde adrenaline junk zijn. Misschien is het voor mensen die hard werken, heel weinig tijd hebben. En die tijd die ze hebben om auto te rijden in het weekend maximaal willen besteden aan adrenaline pompen. Ja, dan zit je met dit ding en zeg je echt wel goed. Het blijft gewoon voor altijd doodeng. Je staat er, het is toch altijd in je achterhoofd zit er iemand op je schouder die zegt van doe nou maar rustig aan. Terwijl in de gemiddelde sportwagen zit er op de andere schouder iemand die zegt, ah, doe maar jongen. Als het fout gaat, dan help ik je wel. Niemand gaat je met de donker wat helpen. En kritiek ook niet het feit dat het allemaal vibreert en dat het aan de rechterkant bromt door die sidepipe. En het is juist de beleving waar je voor kiest als je zo'n donkerbord rijdt. Het kost tegenwoordig ook wel aardige duit. 300.000 euro als je in Nederland op kenteken wil hebben. En dan is er ook nog een optielijst. Maar het is uniek en in tijden van dit, zoals ik in de intro al zei, van steeds meer rijhulp in elektrisch rijden en afknotting en verbruiksreductie, dan is dat zoiets als dit bestaat, jongens. Echt, we moeten het vieren. En dan ook nog in Nederland, Lelystad van all places. Dit is de JD70. Ik kijk er nu al naar uit om over 10 jaar de Donkervoort JD80 te kunnen rijden. Joop, Denis, bedankt.